Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Soms kom je beroemde bouwwerken tegen op plaatsen waar je totaal niet verwacht. Leave your cares behind. Welcome to my world. De bouw van deze erfentoren is daar eigenlijk meer van onderhoudsarm materiaal gemaakt. En dat is dan hoofdzakelijk bij deze toren dan aluminium en roestvrij staal en koperwerk. En enkele kunststofdelen. Ze zijn hier aan die witte slangen. Dat is de zogenaamde monorail, de werkelijke lift naar boven. En in die slangen zijn bij deze toren dan lampjes in verwerkt. Iedere 30 centimeter komt er s'avonds, wordt die dan groen verlicht. En die geeft dan de vier bomen, geeft die dan mooie groen verlichting aan. En het bovenste gedeelte wordt dan het rode lampje, wat als de radiobaken dient voor de vliegtuigen en zo. De meeste mensen die zich bezighouden met miniatuur, dat is ook echt miniatuur, hè? Maar dit is al... Dat is een beetje vergrote miniatuur, kunnen we rustig stellen. Vindt u dat een uitdaging om juist dan... Ja, toch wel, ja. En echt miniatuur, wat is nou ook vaak wel, wordt in kamers gemaakt en in die werd met lucifershoutjes of zo, maar dit, omdat dit buiten moet staan, dan moet het echt degelijk zijn en goed en een beetje fors uitgedrukt. Dat het ook goed te zien is. Dat is belangrijk, de reacties van mensen. Nou, van harte welkom zou ik zeggen bij het Achterhoeks Planetarium. We zijn te gast bij de familie Oldhoff. Henk Oldhoff is in 2010 overleden en Henk Oldhoff had als hobby sterrenkunde. Hij had zijn aannemersbedrijf met zijn twee broers aan de Hoogstraat hier in Toldijk. En Henk was de timmerman en Henk was vooral heel erg knap in het bouwen van trappen. Hij was een enorme kei in het zien van de ruimte en eigenlijk zonder dat hij dingen uittekende, zag hij het voor zich. En wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. En zo begon hij ooit eens met een zonnewijzer en met een telescoop. En van het een kwam het ander. En onder andere heeft hij gebouwd wat we hier zien staan, een compleet planetarium. We zien hier een tafelplanetarium. En daarboven hangt een plafondplanetarium. En dat plafondplanetarium, dat is een idee wat hij heeft uit Franeker van het IJzer-IJzinga planetarium. En eigenlijk zijn er daar maar drie van in Nederland, de echte in Franeker. Dan degene in Toldijk, die Henk heeft nagebouwd. En iemand in Maarsen, dacht ik, in buurt van Utrecht, heeft thuis ook een klein planetarium bij zijn plafond hangen. Dus dit is behoorlijk zeldzaam, zo'n plafondplanetarium. En van zo'n tafel zijn er veel meer. Nou, dan kunnen we dat eens even gaan aanzetten. De bol in het midden stelt de zon voor. We zullen de zon even aanzetten. Maar goed, daar hangt nog een bol. Eigenlijk moeten we dit met elkaar combineren. Want als je naar Franeker gaat, dan zie je alleen maar dat plafondplanetarium. Maar goed, Franeker is 200 jaar ouder dan dit planetarium. En in de tijd dat IJzer-IJzinga leefde, waren nog niet alle planeten ontdekt. Dus wat je in Franeker ziet, is als laatste planeet Saturnus, met die ringen die Henk hier heeft opgehangen. De cijfer in Franeker, dan draait Saturnus aan de buitenrand van de kamer zijn rondje om de zon heen. Maar 200 jaar later is ook Uranus ontdekt en Neptunus, en zelfs Pluto hangt hier nog. Dus Henk had de uitdaging om datgene in Franeker na te bouwen, alleen met nog meer planeten. En hij wilde ook nog dat de afstand zou kloppen. Want je kan best aan het plafond 9 planeten op een rijtje hangen. Maar hij wou ook laten zien dat de afstand van de planeten soms heel klein en soms heel groot is. En daarom zien we hier dat tafelplanetarium. En eigenlijk moet je je voorstellen dat wat we hier zien, de zon met Mercurius, Venus, de aarde met de maan, dat hele gedeelte nog hierin hoort te zitten. Want we zien daar Mars om de zon draaien. Nou, Mars staat verder weg dan de aarde. Dus binnen de baan van Mars moet er ook nog de aarde
en Venus en Mercurius. Nou, dat past natuurlijk niet. Dus dat stukje wat hier binnenin zit, dat zien we hier uitvergroot. Omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, ik zou Mars nog verder weg kunnen laten draaien. Als de aarde hier staat, dan staat Mars daar. Nou, dat zou nog passen in deze ruimte. Maar wil ik dan ook nog Jupiter laten zien? Ja, dan zit ik al op deze afstand. En dan kan er geen bezoeker meer bij. Saturnus komt buiten de deur en dat gaat natuurlijk nooit passen. Dus vandaar dat dit in twee gedeeltes is opgebouwd. Nou, hier binnenin zit een compleet houten systeem van tandwielen. Henk heeft daar enorm aan zitten rekenen. En al die tandwielen grijpen in elkaar en die zorgen ervoor dat als ik de motor aanzet, het hele systeem gaat draaien in de juiste verhouding zoals dat in werkelijkheid ook gebeurt. En dat zullen we eens even laten zien. En als je van boven erop kijkt, we hebben hier de noordpool van de aarde. Dat is ook de noordpool van de zon. En vanaf de noordkant gezien draait alles linksom. De maan draait ook linksom om de aarde. De aarde zelf staat hier stil, maar draait natuurlijk ook linksom in 24 uur. En we kunnen dan de beweging van de planeten en van de maan om de aarde bestuderen. Nou, en dan zien we dat hoe dichter bij de zon, hoe sneller het gaat. Mercurius draait sneller rond dan Venus. Want als je dichter bij de zon bent, is er meer zwaartekracht. En om dat te voorkomen dat je in de zon getrokken wordt, moet je meer snelheid hebben. Venus gaat al langzamer, de aarde gaat nog langzamer. Ondertussen zullen we het licht een klein beetje dimmen. En dan gaan we een mooi verschijnsel zien. Want op het moment dat ik hem daar zo direct weer stopzet, dan zien we dat daar op de aarde een klein schaduwplekje ontstaat. We zullen hem even een keer voorbij laten gaan. En dan zien we dat schaduwplekje van de maan over de aarde. Kijk, daar komt hij aan. Dan zien we dat schaduwplekje. En bij de volgende zal ik hem stilzetten. Dan komt die schaduwplek weer aan. En dat betekent, als je op deze plek op de aarde woont, dat je de zon even niet kunt zien. Want de schaduw van de maan valt op de aarde. Dus op die plek is vanaf de aarde gezien een zonsverduistering. Het omgekeerde vindt nu plaats, want als je nu aan de andere kant van de aarde, aan de nachtkant staat, dan kun je de maan niet zien, want de maan staat in de schaduw van de aarde. Want de zon schijnt licht naar deze kant van de aarde. Dus de andere kant is donker. En de schaduw van de aarde, ja, die zorgt ervoor dat we nu een maansverduistering krijgen. Nou is de leuke vraag, waarom heb je dan niet elke twee weken een maansverduistering of een zonsverduistering? Want de maan gaat ongeveer in 4 weken tijd één keer om de aarde heen. Dan zou je elke 2 weken de maan hier hebben of de maan daar hebben. Nou, dat heeft te maken met een andere beweging. Die kunnen we heel mooi zien als we kijken naar Mercurius. Daar staat een klein streepje op die as. En als we goed kijken, ik zal het licht er even aan doen. Dan zien we nog een beweging die Wolthof erin gebouwd heeft. En let maar eens op dat zwarte streepje. Die gaat omlaag. En komt weer omhoog. Daar is nu op de hoogste stad. En nu gaat hij weer omlaag. Dus dat betekent dat Mercurius niet horizontaal in het vlak van de aarde draait. Maar dat Mercurius een beetje scheef om de zon draait. Hoog en laag. Nou, en dat doet de maan ook. Dus heel vaak dan staat de maan lager of hoger. En schijnt het zonlicht er gewoon onderdoor of er overheen. En dat verklaart dat we niet elke maand of elke 4 weken een zonsverduistering hebben. Dus wat we op school geleerd hebben is maar voor een deel waar. En wat je dan vaak leert is dat de maan tussen de aarde en de zon in moet staan. Maar wat er dan niet bij verteld wordt is dat die maan ook nog op de goede hoogte moet staan. En wel precies op de hoogte van de aarde en de zon. En dan staat de maan in een zogenaamd knooppunt. En alleen als de maan ook nog in een knooppunt staat, aan de voorkant of aan de achterkant van de aarde, dan is er sprake van een zonsverduistering of van een maansverduistering. Nou, en die omlooptijd is bekend. Henk heeft dat allemaal zitten uitrekenen. En hij kon dus, net als IJzinga, kon hij al voor tientallen jaren de zonsverduisteringen en de maansverduisteringen uitrekenen. Nou, dat heeft hij ook in wijzers hier laten zien. Op dat hele grote bord zien we hier wijzers die met de zon hebben te maken. Daar zien we de wijzers die met de maan hebben te maken. En dit is bijvoorbeeld een wijzer die laat zien
waar de maan staat in de noordknoop. En de noordknoop, dat is dat punt waar de maan moet staan om een zonsverduistering te krijgen. En als dit het vlag is waarin de aarde om de zon draait, dan staat de maan daar dus wat scheef op. Dus die maan staat te laag en dan schijnt de zon er gewoon overheen. Of de maan staat te hoog en schijnt de zon er onderdoor. Alleen als de maan precies op deze hoogte staat, dan blokkeert hij de zonnestralen. Nou, op dat punt, dat kan of een noordknoop zijn, dan gaat de maan omhoog door dat punt. Of de maan gaat omlaag door dat punt, dan heet het een zuidknoop. Dus die meter laat eigenlijk zien of de maan de goede positie inneemt om een zonsverduistering te krijgen. Nou, als we dan naar de verhoudingen kijken, ja, dan is er ook wat raars aan de hand. Want het lijkt nou net of de maan heel dicht bij de aarde staat. En u zou denken, hey, staat de aarde dan zo dicht bij Venus of zo dicht bij de zon? Nou, dat is niet waar. En dat komt dat de verhoudingen in het zonnestelsel nogal ingewikkeld zijn. En daardoor kun je in zo'n ruimte als hier niet alles goed op schaal maken. Om u daar een idee van te geven, heb ik hier een speldenknop. En dat speldenknopje hou ik even voor de zon. En dan heeft u een idee van hoe groot de aarde is vergeleken met de zon. En dan ziet u dat de zon meer dan 100 keer zo groot is. En dan zou ik ook nog dat speldenknopje op 15 meter afstand moeten houden. Dus ik moet eigenlijk naar de deur lopen. Ik sta pas op 3 meter afstand. Ik zou de deur moeten open doen en op 15 meter afstand moeten gaan staan. En dan heeft u enig idee van de verhoudingen in de grootte en de afstand van de aarde tot de zon. Nou, hetzelfde geldt voor de maan. In werkelijkheid staat die maan op de afstand van dit stokje. Dus de grootte van de maan klopt met de aarde. De aarde is ongeveer 3,5 keer zo groot als de maan. Maar ik zou die maan eigenlijk op deze afstand moeten laten draaien. Nou, als ik al die afstanden ook nog op dezelfde schaal doe, dat gaat nooit hier passen. Dus vandaar dat de planeten zelf opgeblazen zijn. Deze schaal is weer anders dan wat u aan het plafond ziet. Want nu lijkt het net of de aarde groter is dan Uranus. Maar Uranus is veel groter. Dat komt omdat dit weer een andere schaal heeft. Dit is weer uitvergroot. Eigenlijk kunnen we de planeten verdelen in twee groepen. Planeten, dat zijn de dingen die om een ster heen draaien. Onze zon is een ster. En als u 's avonds naar de hemel kijkt en naar de sterren kijkt, dan is in feite elke ster die u ziet is een zon. Of andersom. U zou dus overdag ook een ster kunnen zien, namelijk de zon. En vrijwel elke ster, daar draaien planeten omheen. En bij onze zon zijn dat 8 planeten. En de eerste 4 staan heel dichtbij. Dat zijn allemaal aardachtige planeten. Mercurius, Venus, de aarde. En dan gaan we naar Mars. Dat zijn 4 planeten die rotsachtig zijn. Je kan er met een raket op landen. Je kan erop lopen met een ruimtepak aan. Ze hebben geen manen of heel weinig manen. De aarde heeft 1 grote maan. Mars heeft 2 hele kleine maantjes. Nou, dan komt er een soort van ruimte. En dan een stukje verder weg, dan komen we bij 4 hele grote planeten. Dat zijn gasreuzen. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Heel groot, staan veel verder weg. Ze hebben heel veel manen. En dan hebben we dus 2 groepen van 4 planeten. Nou, en voor de rest draait er nog veel meer rond. Maar dit zijn de grote objecten. En de wat kleinere objecten, dat zijn de manen die om de planeten heen draaien. Dus alles wat om een planeet draait is een maan. En alles wat om de zon draait is een planeet. Maar er zijn ook andere dingen die om de zon draaien. Het zijn dwergplaneten. Pluto is bijvoorbeeld een dwergplaneet. Die was onze 9e planeet. Maar is in 2006 door de wetenschappers afgekeurd. Hij is te klein. En hij is gedegradeerd tot een dwergplaneet. En gaan we nog verder weg, dan vinden we verder weg nog meer van die kleine dwergplaneetjes. Maar ook dichterbij, vooral tussen Mars en Jupiter, daar is een maan waar heel veel afval zit. Mogelijk zijn dat de restanten van een planeet geweest en daar zitten ook wel dwergplaneten tussen. En verder kunnen we nog kleiner, tot aan zandkorreltjes aan toe. Veel gruis. En soms passeert de aarde zo'n baan met gruis en dan komt dat gruis de dampkring binnen. En dat kunnen we dan zien als lichtende strepen in de lucht. En wij noemen dat dan vallende sterren. Nou, sterren vallen niet. Dat hebben mensen vroeger zo genoemd. Het zijn kleine zandkorreltjes die oplichten in de dampkring.
En dat noemen we dan vallende sterren. Nou, dat is even de opbouw van ons zonnestelsel. En dan gaan we naar deel 2. Nou, deel 2 van het verhaal, dat is het plafond wat u ziet. En de planeten die u daar ziet, die kunnen ook draaien. En dat gaat ook met een buitengewoon ingenieus tandwielsysteem. En dat bevindt zich achter deze wand. Dat kunnen we nou niet zien, maar als u in Vrijlijke bent geweest, dan heeft u misschien op de zolder, van achter die glazen wand, op een paar meter afstand die tandwielen gezien, die IJzerijzinga daar gebouwd heeft, om zijn planetarium te laten draaien. Nou, Henk Oldhoff heeft dat ook gedaan. Hij noemt dat heel bescheiden een replica. Nou ja, dat vind ik te bescheiden. Dat zou betekenen dat hij het letterlijk heeft nagebouwd, en dat heeft hij niet. Want dit is een andere ruimte, hij is opnieuw begonnen. Bovendien heeft hij Uranus, Neptunus en Pluto hier hangen. En die hangen in Vrijlijke niet. Hij heeft al die berekeningen zelf gemaakt. Dat is een enorm karwei geweest. En ik heb hem persoonlijk gekend. Een aantal rondleidingen van hem gehad. Ach, zei hij, ja, je moet een beetje kunnen rekenen en een beetje handig zijn. Hij zag het als een uit de hand gelopen hobby. Hij noemde het ook voor hemzelf een stukje hemel op aarde, heel mooi. Dus ja, echt replica is het niet. Hij heeft het opnieuw opgebouwd. Het is wel naar het idee van Vrijlijke, want ook daar zien we al die wijzers aan de wand hangen. En dan gaan we zo eens even achter deze wand kijken. Want achter deze wand, ja, bevindt zich echt een ingenieus hoogstandje van timmermanswerk. En dan zien we hoe Oldhoff aan het werk is geweest om al die tandwielen te bouwen. Dus laten we maar eens even naar de achterwand gaan kijken wat daar te zien is. Nou, we gaan nu naar de achterwand. En dan ziet u hier een fantastisch tandwielsysteem. Het zijn een stuk of 100 tandwielen, gemaakt uit triplex. En op die tandwielen ziet u allemaal pennen. Die heeft Henk één voor één gemaakt. Uit lange ijzeren staven heeft hij pennetjes gemaakt. Elk pennetje is weer afgeslepen aan de top. In totaal in het hele systeem van de tafel en hier achter de wand zitten 11.000 van deze pennen. En ik laat u even de klok aan deze kant zien. Dan zien we hier het slingeruurwerk waarmee het hele systeem in werking wordt gezet. En dan kunt u ook eens heel mooi zien, vooral vanaf deze kant misschien, hoe zo'n slingeruurwerk werkt. En dan zien we de slinger heen en weer gaan. En helemaal bovenaan bij de slinger. Dan zie je dat allereerste tandwiel bewegen. En dat allereerste tandwiel, dat kan maar één kant op draaien. Een zwaar contragewicht trekt het voortdurend één kant op. En de hendel die bovenaan zit voorkomt dat het tandwiel terugschiet. En de slinger bepaalt het tempo waarin dit gebeurt. Hoe langer de slinger, hoe langzamer het gaat. Dus een korte slinger gaat sneller en een lange slinger gaat langzamer. Nou, en dan zien we ook hoe dat tandwiel bovenaan ervoor zorgt dat er een ander tandwiel gaat draaien. We zien het horizontale tandwiel ook draaien. Het tandwiel daaronder, nummertje 3, draait nog weer langzamer. Nou, en zo gaat het systeem in en gaan al die tandwielen draaien en uiteindelijk draaien er door de planeten precies in het tempo zoals dat ook in werkelijkheid is. Nou, het gaat erg langzaam, want u moet zich voorstellen dat een planeet als Mars bijna 2 jaar nodig heeft voor een omloop om de zon. Dus dacht Henk, dat is een beetje saai. Ik ga er een elektromotor in bouwen. Dus ik zal de klok eens even stopzetten nu. Nou, u hoort nou de motor lopen. U ziet dat de klok stilstaat. En alle tandwielen draaien nou versneld. En nu hebben we even een kijkje in het hele draaiende systeem. We kunnen er eens even omheen lopen. We kunnen vanaf alle kanten er doorheen kijken. En ook straks aan de voorkant zien we dat alle wijzers nou draaien. Aan de voorkant van de grote wand zitten een hele hoop wijzers. En een van die wijzers die geeft de zonsopkomst weer. Nou, dat is de wijzerplaat die vastzit aan het grote tandwiel wat hierachter zit. Dus we hebben hier een tandwiel dat soms linksom en soms rechtsom draait. Omdat de zonsopkomst soms naar voren gaat en soms naar achteren gaat. Aan de voorkant van de grote wand zitten een hele hoop wijzers. En een van die wijzers die geeft de zonsopkomst weer.
Nou, dat is de wijzerplaat die vastzit aan het grote tandwiel wat hierachter zit. Dus we hebben hier een tandwiel dat soms linksom en soms rechtsom draait. Omdat er soms opkomst soms naar voren gaat en soms naar achteren gaat. Die wisselt als we wintertijd nemen, zeg maar voor het gemak tussen 4 uur 's ochtends en 8 uur 's ochtends. Dus hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat die wijzer soms terugloopt naar 4 uur en soms weer verder loopt naar 8 uur. Dan moet deze grote plaat moet soms linksom en soms rechtsom draaien. Nou, daarvoor heeft Oldhoff hier twee speciale tandwielen gebouwd. En we zien dat deze hier grote pennen heeft en hier helemaal niets. En deze heeft pennen op de plaats waar deze ze niet heeft. Waar hier lege ruimte komt, zien we hier pennen. En waar hier lege ruimte zit, zien we daar pennen. Die maakt een rondje in een kleine 2 jaar. Dus het tandwiel van Mars gaat rond in 2 jaar. Dus je gaat vanaf dat tandwiel, wat bijvoorbeeld in een minuut ronddraait, ga je uiteindelijk naar Mars, dat een tandwiel heeft wat in 2 jaar ronddraait. Dus de overbrenging die gaat van behoorlijk snel naar heel erg langzaam. Ik zet de klok even stil voor het geluid. Zo. Want er zijn nog een paar hele bijzonderheden te zien. Ik heb het net over die overbrengingen gehad. Nou, ik heb even 2 speelgoed tandwielen meegenomen. En dan zien we hier een tandwiel met 40 tandjes en een tandwiel met 20 tandjes. Nou, dat snappen we als we dat tandwiel erop zetten. Ik laat dat rode tandwiel 1 rondje draaien. Ja, dan heeft dat gele tandwiel nog maar een half rondje gedraaid. Dat gele tandwiel draait veel langzamer dan dat rode tandwiel. Dus ik heb meerdere omwentelingen van het rode tandwiel nodig. 2 omwentelingen om die gele 1 keer te laten rondgaan. Maar er komt een probleem bij, want planeten draaien niet in cirkels. Planeten draaien in ellipsbanen. En een ellipsbaan is een soort scheve cirkel. Ook de aarde draait in een ellipsbaan om de zon. Dat betekent dat de tandwielen die we hier zien niet allemaal de draaiingsas in het midden hebben, maar dat de as uit het midden zit, zoals met dit tandwiel. En we zien dat de as niet door het midden gaat, maar dat die dus ernaast zit. Dus als ik dit tandwiel zou gaan ronddraaien, dan krijg je het effect dat de afstand hier groter is dan daar. Dus als de aarde om de zon draait, dan staat in de winter de aarde op minimale afstand. En in de zomer staat de aarde op maximale afstand. En we draaien in een ellipsbaan om de zon. Nou, ik wil dat tandwiel laten draaien met dit tandwiel. Nou, vanwege de ruimte gaan we niet al die tandwielen zo achter elkaar zetten. Dat kost heel veel ruimte. Dus die tandwielen die staan onder een hoek. Die draaien zo. Dan kun je veel meer tandwielen bij elkaar zetten. Maar als ik nu ga draaien, dan gebeurt het vervelende dat die afstand kleiner wordt. En dat het tandwiel geen contact meer maakt met deze rode. Want hier is de afstand heel klein. Dus dat rode tandwiel hangt er eigenlijk onder. En als ik hem een halve slag draai, ja, dan komt dat gele tandwiel naar beneden. Dus hoe kun je nou dat contact houden? Nou, dat heeft Oldhoff opgelost door dit tandwiel hele lange tanden te geven. En dat zien we hier. Hier zien we zo'n tandwiel dat een paar hele lange tanden heeft. Omdat dit grote tandwiel een draaiingsas heeft die niet in het midden zit. Dat stelt dan bijvoorbeeld voor de maan die in een ellipsbaan om de zon draait. Nou, zo zit het hele systeem zit helemaal vol met excentrische tandwielen. In totaal ziet u hier zo'n 100 tandwielen. Al die pennen die u ziet zitten heeft Oldhoff 1 voor 1 gemaakt door een lange pen in stukken te snijden. Daar puntjes aan te maken. En zo heeft hij in totaal in de tafel en aan het plafond en hierachter 11.000 van die pennen gemaakt. Nou, ik had u net al uitgelegd dat Mars heel langzaam ronddraait. En dat betekent als ik het systeem aanzet, dat u al die andere tandwielen niet ziet bewegen. Ze draaien wel, alleen heel erg langzaam. Gaat de tijd rechtsom? Ja, ze draaien allemaal linksom. Ze draaien nou niet allemaal, maar als het om tijd gaat, gaat het rechtsom. Dit is een tijdwijzer. Dus deze moet rechtsom draaien, want dit geeft tijd aan. En ook hier zien we de tijd. De dagen van de week, dus ook deze wijzer, draait rechtsom. Maar de wijzer die we in het begin zagen, dat is geen tijd, dat is een afstand. Deze geeft de afstand aan van de maan. Ja, waarom zou die niet linksom kunnen draaien? Die tandwielen komen er eenmaal zo uit. Maar los van dat kun je je afvragen waarom een klok eigenlijk rechtsom draait en niet linksom. We zien hier inderdaad de tijd rechtsom, dat weten we van elke klok. Maar ga nu even naar in de sportwereld. Elke sport die een
ronde heeft, een atletiekbaan of een schaatsbaan of een wielerbaan, is altijd linksom. Nou, dat schijnt te maken te hebben met het feit dat mensen over het algemeen rechtsbenig zijn. En je rechterbeen is wat sterker en daarmee zet je af. Dus de bocht linksom is wat makkelijker dan de bocht rechtsom. Maar tijd laten we altijd rechtsom draaien. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat we meestal van links naar rechts schrijven. Dus een bepaalde voorkeursrichting. Voor je gevoel is dat ja, de voortgaande richting. Maar je zou natuurlijk de klok ook linksom kunnen laten lopen. Nou, hier zien we nog een hele mooie wijzer die de opkomst van de zon laat zien. Dus op het moment dat het lampje tevoorschijn komt, zien we de tijd van de zonsopkomst. En als het lampje verdwijnt, zien we de zonsondergang. Datzelfde ook voor de maan. En we zien de maansopkomst op het moment dat het lampje daar verschijnt. Nou, er is even geen maan, dan is het hier even nieuwe maan. Maar ook dat geeft hij aan, volle maan of nieuwe maan. En die zonsopkomst, ja, die wisselt. En de wijzer die we daar links naast zien, ja, die geeft aan hoe laat de zon opkomt en hoe laat de zon ondergaat. Hier zien we de zonsopkomst en daar de zonsondergang. Dus de zonsopkomst, ja, die varieert in Nederland, laten we zeggen, globaal van tussen. Nou, wat zou het zijn? 4:30, 5:30, 8:30. Ligt aan of je zomertijd, wintertijd neemt. Dus deze wijzer, die moet voortdurend alleen maar heen en weer kunnen gaan. Hoe maak je nou van een rondgaande beweging een heen en weergaande beweging? Nou, dan kunnen we aan de achterkant heel mooi zien wat Henk heeft gebouwd om deze wijzer alleen maar heen en weer te laten gaan. Nou, daardoor draaien de planeten naar het plafond weer ook rond. Dat zien we nou niet, dat gaat nog steeds heel langzaam. We kunnen wel de datum zien verschuiven. Daar komt de maan aan. Kijk, we hebben even geduld gehad. En inderdaad, het was nieuwe maan. Daar komt de maan op en we zien een klein maansikkeltje oplichten. We kunnen er een P van maken, dus opkomende maan. En laten we de schijf nog een tijdje doordraaien. Dan zullen we straks de volle maan zien. Kijk, er komt de maan weer. Nou, dat heeft hij dus allemaal zitten uitrekenen. Ingebouwd in zijn ingewikkelde systeem. En ondertussen geven de maanwijzers aan waar de stand van de maan is. Kijk, de maan wordt al volg. Dan zouden we nog een tijdje wachten. Dan zien we de volle maan verschijnen. Buitengewoon ingenieus om het hele systeem al te bouwen en ook nog aan te geven of het volle maan is, of eerste kwartier, of laatste kwartier, of nieuwe maan. Nou, hij heeft ervoor 5 lampjes hierin gebouwd voor de verschillende maanstanden. Nou, we zijn er bijna. En dat correspondeert dan weer met deze wijzer die ook aangeeft wat het volle maan is. Of nieuwe maan, of eerste kwartier, of laatste kwartier. Klopt allemaal met elkaar. We hebben nu de volwand omhoog geklapt. U ziet nou de wijzers die je normaal door de volwand heen ziet. Maar nu zonder volwand. En tegelijkertijd zien we daarachter het hele tandwielsysteem. Dus dan zien we hier links een aantal wijzers die met name aangeven de stand van de zon. En aan de rechterkant zijn heel veel wijzers die vooral de positie van de maan aangeven. En als u naar die wijzers kijkt, dan valt het op dat sommige wijzers rechtsom draaien en andere wijzers linksom draaien. En u denkt misschien, waarom draait dat niet allemaal rechtsom? Nou, als het om tijd gaat, gaat het rechtsom. Dus als we bijvoorbeeld eens even kijken naar de jaarkalender, januari, februari, dat is tijd. Dus deze wijzer, die draait heel langzaam rechtsom. Maar dit is geen tijd, dit is een afstand. En om een afstand aan te geven, kun je op die wijze linksom laten draaien. En je kan je natuurlijk sowieso de vraag stellen waarom onze klokken rechtsom lopen. Dat is best een interessante vraag. Waarom loopt de tijd rechtsom?
En als je naar sportwedstrijden kijkt, naar hardlopen of schaatsen of wielrennen op de baan, dan gaat het altijd linksom. Schaatsen alleen maar linksom. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de meeste mensen rechtsbenig zijn en het rechterbeen meestal sterker is en dat je in de bocht beter kan afzetten. Dus dat verklaart waarom we met sportwedstrijden de bocht linksom maken, maar de tijd laten we rechtsom lopen. Wat is het verschil tussen astronomie en astrologie? Nou, als u wekelijks in sommige tijdschriften leest, kunt u daar uw horoscoop lezen. Dan hebben we het over astrologie. De wetenschap die sterrenkunde heet officieel de astronomie. Nou, we zijn vandaag in Toldijk. Het is vandaag woensdag 8 juli. Laten we de aarde eens even op 8 juli zetten en kijken wat er dan aan de hand is. Op dit moment staat de aarde op 8 juli. Nou, wie vandaag jarig is op 8 juli, heeft een sterrenbeeld. En misschien weet u het, als u in deze buurt jarig bent, kent u misschien uw eigen sterrenbeeld. Wie op 8 juli jarig is, heeft als sterrenbeeld kreeft. Dat heeft hij ook hier aangegeven, want u ziet daar een rood wijzertje staan en die wijst naar kreeft. Maar waarom is nou de kreeft het sterrenbeeld wat hoort bij de datum 8 juli? En ik sta aan deze kant en ik zie ongeveer aan de overkant dat sterrenbeeld, maar ook nog scheef. Want leg ik mijn lineaal vanaf de aarde over de zon, ja, dan staat dat rode pijltje niet precies aan de overkant, maar staat een beetje onder een hoek daar vandaan. Dus dat is eigenlijk een beetje gek. Je zou toch verwachten dat je sterrenbeeld dan het sterrenbeeld is wat of aan deze kant staat, hier vlak achter de aarde, of precies aan de overkant. Waarom zit daar die hoek in? Waarom heb je eigenlijk een sterrenbeeld? En waarom is dat kreeft? Nou, dat komt, en dan moeten we lang terug, we moeten 2500 jaar terug. En we gaan naar de tijd van de Babyloniërs. Het gebied wat vroeger zo heette en wat nu Irak en Iran is. En in het land Babylonië leefden wetenschappers die de hemel bestudeerden, de astrologen zoals dat toen heette. En ja, men wist natuurlijk weinig van de hemel af, we hadden geen telescopen. En men geloofde nog in een godenwereld. En men geloofde ook dat ver weg de goden invloed hadden op de aarde. En mensen zagen vanaf de aarde in de lucht, in die sterren, patronen ontstaan. En door sterren in gedachten met elkaar te verbinden, ja, konden ze die namen geven. En wat men nu dacht is dat vooral de sterren belangrijk waren die in een baan om de aarde heen lagen waarin ook de zon draait. Dus als ik het hele systeem wat we hier zien even vergelijken met een cd'tje. Ik heb hier een simpel cd'tje. Dan is mijn vinger de zon. En daar binnenin draaien die vier planeten heel dicht om de zon. Verder weg draaien de grote gasplaneten. En dan is dit het vlak waarin gedraaid wordt. Dat vlak wordt wel de ecliptica genoemd. En heel veel verder weg staan sterren. Dus op het moment dat dit het hele zonnestelsel is, dan moet hij wel 100 meter of honderden meters verder weg voor we bij de eerste ster komen. Nou, de sterren die u 's avonds ziet, die staan vergeleken met deze cd op afstanden van honderden meters tot ja, aan de Duitse grens, Amsterdam, Limburg. En dat zijn ongeveer verhoudingsgewijs de afstanden van de sterren. Maar ja, die sterren kunnen in die richting staan, die kunnen in die richting staan, maar het gaat om de sterren die in deze richting om ons heen staan. Want dat zijn de sterren die in de richting staan waarin we ook de zon om ons heen zien draaien. Nou, de zon draait niet om ons heen, dat lijkt wel zo. Dus vroeger wist men niet beter dan dat de aarde in het midden stond en we zagen de zon om de aarde heen draaien. Ondertussen weten we dat de zon in het midden staat en dat wij om de zon heen draaien. Het zogenaamde heliocentrische wereldbeeld. De sterrenbeelden die we dus vanaf de aarde achter de zon zien, op allerlei data door het jaar heen, dat zijn belangrijke sterrenbeelden vanuit de geschiedenis. Nou, op 8 juli staat er dus precies aan de overkant van de zon een sterrenbeeld, wat wij niet kunnen zien, want het zonlicht overstraalt alles. Maar gelukkig hebben we ook een heel modern systeem aan de wand hangen. En op de monitor zien we een prachtig programma Stellarium. En dat staat op vandaag ingesteld, 8 juli. We zien de zon aan de hemel, altijd een heldere hemel. Maar we zien nog geen sterren staan, hè? Want daarvoor is het licht van de dampkring te fel. Maar we kunnen dat licht van de dampkring eens even weglaten en het eens even helemaal donker maken.
En dan kunnen we de sterren laten zien. En we kunnen ook de namen van de sterren erin zetten. En we kunnen zelfs de sterrenbeelden laten zien. En op dat moment zien we dat ver weg achter de zon een sterrenbeeld staat, twee dingen. Dus op 8 juli zien we achter de zon het sterrenbeeld tweeling. Dus wie op 8 juli geboren wordt, heeft als zonneteken tweeling. Nou, dat komt dat die sterrenbeelden lang geleden zijn bedacht door de Babyloniërs. Dus eigenlijk moeten we naar de sterrenhemel kijken van, pak een beet, 2000 jaar geleden. Nou, laten we dat maar eens even gaan doen. En zo'n computerprogramma kan natuurlijk in een paar seconden tijd even de datum aanpassen. Dus laat ik die datum eens even erin gaan zetten. Ik heb hier de datum en ik ga eens even van die 2020 de laatste drie cijfers weglaten en we gaan naar het jaar 2. We zijn opeens 2000 jaar terug en kijk eens wat er gebeurd is. We zien opeens op de monitor op 8 juli het sterrenbeeld Kreeft. Dus 2000 jaar geleden stond achter de zon het sterrenbeeld Kreeft. Ondertussen is dat niet meer zo, want we zagen net dat het sterrenbeeld Tweeling achter de zon komt. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt dat die aardas langzaam roteert. En ik ga eens even de aarde erbij pakken. En ik zal de grote aardbol eens even hierin gaan zetten. En u ziet de aarde nu staan. Als ik op de tafel kijk, dan zie ik hier staan 21 juni. Nou, u weet dat op 21 juni de zomer begint. Dus ik moet die aarde zo neerzetten. Want die aardas staat scheef. En op 21 juni staat die aardas naar de zon toe. En door die scheefstand van de aardas wordt vooral de bovenkant verlicht. En er zit hier zomer. En de onderkant is helemaal in het donker. Ook al draai ik die aarde rond, de Zuidpool blijft onverlicht. Dus een half jaar lang is het op de Zuidpool winter en op de Noordpool zomer. Zou ik een half jaar later gaan kijken, dan zou die aarde 21 december met de aardas van de zon afstaan. Want die aardas, die scheefstand, die blijft dezelfde hoek houden. Dus nu staat de aardas van de zon af en is het op het zuidelijk halfrond zomer en op het noordelijk halfrond winter. Nou, we gaan weer een half jaar verder en we hebben een jaar gehad en we staan weer in deze positie. Echter, die aarde is een soort tol in de ruimte en een tol, zoals je weet, die kan ook langzaam roteren. Niet de tol zelf draait alleen heel snel rond, maar de as van de tol draait ondertussen ook rond. Dus terwijl die aarde steeds maar ronddraait, draait ook de as van de aarde heel langzaam rond. En zouden we nou 13.000 jaar wachten, dan zou die as van de aarde precies andersom staan. Eén rondje is bijna 26.000 jaar. Dat betekent dat na 13.000 jaar de aardas eind juni niet naar de zon toestaat, waarvan de zon afstaat. Dus zou eind juni de winter beginnen. Nou, en dat willen we niet. We willen graag dat eind juni de zomer blijft beginnen, want anders zou ook de paasdatum van het voorjaar naar het najaar gaan. Ja, en Pasen, zei de paus, moet een voorjaarsfeest zijn. Het feest van het licht, het nieuwe leven. Dus hebben we daar een truc op bedacht. En we passen onze kalender gewoon aan. Wat doen we namelijk? We zijn nu 2000 jaar verder, dus in 2000 jaar is die aardas een beetje gaan draaien. Wij noemen nu dit gewoon 21 juni. In plaats van dat we dit 21 juni noemen, noemen we nou dit 21 juni, zodat de aardas nog steeds naar de zon toe staat. Maar ja, ondertussen staat aan de andere kant een ander sterrenbeeld. Want 2000 jaar geleden zag ik dat sterrenbeeld achter de zon en nu zie ik dat sterrenbeeld achter de zon. En dat betekent dat we één sterrenbeeld gemiddeld zijn opgeschoven. En dat betekent ook dat toen de Kreeft ondertussen tweeling is. Dus op 8 juli is uw astrologische teken nog steeds Kreeft. Want vroeger stond daar de Kreeft. Maar in werkelijkheid is uw astronomische sterrenbeeld ondertussen tweeling geworden. En gemiddeld verschuift dat voor iedereen één sterrenbeeld. Daar komt uw sterrenbeeld vandaan en zo is het veranderd. Dus het is ook een hele stap geweest om over te gaan van het ouderwetse wereldbeeld naar het moderne. Want vroeger dachten we dat de aarde in het midden stond en hadden we het geocentrische wereldbeeld. Ja, totdat Copernicus zei van ja, volgens mij is het andersom. De zon draait niet om de aarde draait om de zon. Ja.
Galilei zag dat door zijn telescoop voor eerst. Galilei zag de manen van Jupiter om Jupiter draaien. Dat was een bewijs voor hem dat, ja, dat de zon centraal stond en niet de aarde. Dus wij raakten opeens onze centrale plek kwijt in het heelal. De mens dacht steeds, wij staan centraal. Het gaat om de aarde. Wij staan centraal en alles draait om ons heen. Alles draait om ons, letterlijk en figuurlijk. En die centrale plek zijn we kwijtgeraakt. En ondertussen weten we allemaal dat wij om de zon heen draaien. Nou, en zo ontdekken we steeds meer. Ja? Ja. Hoe groot zijn nou de afstanden in het zonnestelsel of in het heelal? Nou, dat kunnen we ook hiermee mooi laten zien. Als we weer naar de zon kijken, zon, aarde en aarde, maan. Eerste vraag, op welke afstand staat de maan van de aarde? Nou, dat is ongeveer 400.000 kilometer. Ik rond alle getallen een beetje af. Het wordt best ingewikkeld met al die grote getallen. Dus laten we te beginnen met af te spreken, alles een beetje af te ronden. Dus deze afstand is om en nabij 400.000 kilometer. Die afstand varieert een klein beetje. Soms staat de maan dichterbij, soms verder weg. Staat die maan dichterbij, dan lijkt die aan de hemel ook echt groter. En als die dan heel dichtbij staat, en het is ook nog volle maan, dan zien we echt een hele grote volle maan. En dat merk je echt, dan is het echt lichter 's nachts. Als we verder weg gaan, kijken we naar de afstand zon-aarde. Nou, deze afstand is een belangrijke maat voor het hele zonnestelsel. Want we kunnen alle afstanden van alle planeten vergelijken met deze afstand. Dus dit noemen we 1. En dat noemen we 1 astronomische eenheid. Dus Venus staat dichterbij, dus de afstand van Venus tot de zon is minder dan 1. Maar gaan we verder weg, bijvoorbeeld naar Mars of naar Jupiter en Saturnus, ja, dan gaan we naar grotere afstanden. Nou, als we de aarde 1 noemen, dan staat Jupiter op een afstand van 5. En dan staat Saturnus op een afstand van 10. En zo kunnen we doortellen. En zo kunnen we wat eenvoudiger de afstanden begrijpen die planeten in het zonnestelsel hebben. En als we naar de rand van het zonnestelsel gaan, dat is officieel, nou niet de rand van het zonnestelsel, de laatste planeet Neptunus, ja, dan heb je het over 40 afstanden, 40 astronomische eenheden. We kunnen veel verder weg. Sterren staan veel verder weg. Nou, dan moeten we naar een andere maat. Wij zijn gewend kilometers te gebruiken. Dus ik zei net al, dit is maan aarde 400.000 kilometer. Aarde zon, dan heb ik het over 150 miljoen kilometer. Wil ik nou naar de eerstvolgende ster, Proxima Centauri, ja, dan moet je naar een veel grotere afstand. En dat getal wordt zo vreselijk groot, dat het in kilometers niets meer zegt. Nou, dan gaan we iets heel bijzonders doen. We gaan de afstand omzetten in tijd. En dat kent u eigenlijk heel goed en van heel dichtbij. Want iedereen die de trein pakt, die weet dat de NS de afstand nooit in kilometers aanduidt, maar altijd in tijd. Pakt u de trein van Arnhem naar Amsterdam, dan zult u zien dat daar de tijd wordt aangegeven. De trein doet er bijvoorbeeld 1,5 uur over. En u ziet niet staan dat het 100 kilometer is. Het gaat in tijd. Alleen, de treinen rijden niet altijd even snel. En er is wel eens vertraging. Dus dat 1,5 uur, dat kan ook wel eens 2 uur worden als u pech heeft. Of als u een rechtstreekse verbinding heeft, misschien 1 uur. U kent het ook uit de Alpen. Als u gaat wandelen in de bergen, dan zullen jullie nooit staan kilometers. Er staat altijd van A naar B is het zoveel minuten of 1,5 uur lopen. Dus ook in de bergen zijn we gewend om afstanden aan te geven in hoe lang het lopen is. En uiteraard kennen we het van vroeger in Nederland. Dus in Nederland en in de Achterhoek staan nog plekken met handwijzers waarop staat Arnhem of Zutphen of Winterswijk. 1,5 uur gaans of 3 kwartier gaans. Maar ja, de een loopt harder dan de ander. Maar dat systeem gebruiken we nou ook in het heelal. En daar hebben we iets wat altijd even snel gaat en dat is licht. Een lichtstraal gaat altijd even snel. Dat is een enorme snelheid. Dus in het luchtlederen, in vacuüm, heeft licht een snelheid van 300.000 kilometer in 1 seconde. Nou, dat betekent dat deze afstand van de zon tot de aarde door het licht wordt afgelegd in ruim 8 minuten. En daarom kunnen we ook zeggen, wij staan op 8 minuten van de zon. Dus het licht wat nou binnenkomt, we hebben weinig zonlicht helaas, maar het licht wat u ziet, dat is van 8 minuten geleden. Dat licht wat door de deur binnenkomt, is 8 minuten geleden van de zon vertrokken.
Zouden we verder weg staan van de zon, dan zou het licht er langer over doen. En dat betekent, als we naar de sterren kijken ver weg, en we gaan even naar de ster die het dichtst erbij staat, Proxima Centauri, het licht van die ster is al meer dan 4 jaar onderweg, voor het onze ogen bereikt. Dus kijken wij naar die ster, dan zien wij die ster eigenlijk 4 jaar geleden. Dus kijkt u s'avonds naar de sterrenhemel, dan kijkt u in het verleden. En heel veel sterren die u ziet, staan op afstanden van tussen de 10 en de 1000 lichtjaar. En dat betekent dat u sterrenlicht ziet wat soms al 1000 jaar geleden is vertrokken. Dus als een ster ver weg een keer explodeert, dat doen sterren af en toe, ja, dan doet dat licht er een hele tijd over voor wij dat hier kunnen waarnemen. En zo kunnen we nog veel verder weg. Want alle sterren die u aan de hemel ziet, horen allemaal bij één systeem, en dat is onze Melkweg. In die hele Melkweg is een soort van platte schijf. Dus als mijn hand even de Melkweg voorstelt, dan zijn alle sterren die u ziet onderdeel van die platte schijf. Als we die platte schijf gaan verlaten, gaan we de lege ruimte in. En dan kunnen we een heel eind reizen voor we bij de volgende platte schijf komen. En de volgende grote platte schijf is het Andromeda-stelsel. Onze Melkweg zou ik dan in de hoek van deze ruimte kunnen ophangen. Dan zou ik het Andromeda-stelsel in de andere hoek van de ruimte moeten ophangen. En de afstand tussen die twee sterrenstelsels die is dan 2,5 miljoen lichtjaar. En dat sterrenstelsel kunnen we aan de hemel zien. En dat kan ik u even laten zien. Dat is heel mooi om te zien. Laten we eens even op reis gaan. We gaan het zonnestelsel uit. We gaan veel verder weg. We gaan de sterren bekijken die we s'avonds zien, maar we gaan nog verder weg. U moet zich voorstellen dat u in een bos loopt en alle bomen die u ziet maken deel uit van dat bos. Maar in één bepaalde richting ziet u tussen de bomen door een weiland. Daar is geen bos meer. En aan de overkant van het weiland ziet u weer een ander bos. De bomen horen bij dat bos en horen niet bij het bos waar ik ben. Nou, met die sterren is het net zo. Alle sterren die we zien horen bij ons stelsel. Maar als ik in een goede richting kijk, dan zie ik opeens een ander sterrenstelsel heel ver weg. En die gaan we eens even bezoeken. En we gaan dus even naar het scherm. En ik ga de sterrenhemel weer eens even aanzetten. En we gaan dus even kijken wat we dan kunnen zien. Nou, daarvoor moeten we even naar het noorden gaan kijken. Dus laat ik eens even het systeem op het noorden zetten. En we gaan dus even naar de hemel kijken die we nou hier zien. En dan zien we de grote beer. En we zien de kleine beer en we zien daar de poolster. En dan zien we aan de overkant een sterrenbeeld in de vorm van een M of op de kop een W, Cassiopeia. En daar gaan we eens even op inzoomen. En dan pakken we onze telescoop en we gaan eens even kijken wat we daar kunnen zien. Nou, en dan gaan we wat heel bijzonders zien. En wie goede ogen heeft, ziet nou waar ik nou de cursor heb staan al een heel klein vlekje verschijnen. En als u een verrekijker heeft en u weet de plek te vinden, dan ziet u door uw verrekijker daar een heel klein vlekje. En laten we dat vlekje nou eens even gaan uitvergroten. Ik zal dat vlekje eens even gaan centreren op dit programma. En u ziet dat het vlekje groter wordt. En heeft u nou een enorme grote telescoop? Die hebben we niet. Daarvoor moeten we naar sterren wachten op La Palma of in Chili of naar Hawaii. Dan zou u door een hele grote telescoop dat hele kleine vlekje heel vergroot kunnen zien. En die vlek die we daar zien, dat is een compleet ander sterrenstelsel. Dus we kijken nou tussen de sterren door, al die andere sterren. Dat zijn de bomen van ons eigen bos. Maar we kijken tussen die bomen door, de leegte in. En heel ver weg zien we een ander bos, een ander sterrenstelsel, het Andromeda-stelsel. En dan kijkt u op een afstand van 2,5 miljoen lichtjaar. Dus het licht wat u daar ziet ontstaan, wat onze aarde bereikt, dat is licht van 2,5 miljoen jaar geleden. Dus als daar intelligente wezens wonen die ons al ontdekt hebben, dan zullen ze ons niet zien, want zij zien ook ons licht van 2,5 miljoen jaar geleden. Ja, toen liepen er nog geen mensen op aarde rond. Daar waren we net in de situatie dat er nog apen liepen. 2,5 miljoen lichtjaar. U kijkt heel ver weg in de tijd. En dan heb ik het over het sterrenstelsel wat het dichtst bij ons staat. Al die andere sterrenstelsels staan nog veel verder weg. Dus het heelal is ongelooflijk groot. En dit is even één voorbeeld van een hele grote afstand, het Andromeda-stelsel. Step into my heart. Dat was het.
leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Waiting just for you. Welcome to my